Goedemorgen en welkom bij de webinar Wraakporno, slachtofferrechten en een nieuw wetboek. Jullie zijn hier vandaag helaas online nog steeds niet in levende lijf. Ik had jullie graag willen zien. We hebben een programma voorbereid. Maar voordat ik ga beginnen met het programma wil ik nog even mezelf voorstellen. Mijn naam is Esma, ik werk bij ProDemos. En misschien hebben jullie ooit een rondleiding van mij gehad in de Tweede of Eerste Kamer. Dan wil ik doorgaan naar de introductie naar het programma. We hebben de introductie. En dat gaat over het nieuwe wetboek van strafvordering. En we gaan het een en ander behandelen over wraakporno. En daar ook een casus, hebben we ook een casus over. Dan gaan we ook in gesprek met drie personen die een hele belangrijke rol hebben gespeeld in het nieuwe wetboek van strafvordering. Dat zijn Sanne Dekker. Dat is minister van Rechtsbescherming. Ren Leetjert, dat is van commissie. Dat is eigenlijk een commissie die eigenlijk nagedacht heeft over hoe nou zo'n nieuw wetboek van strafvordering eruit ziet. En misschien word ik zo nog gecorrigeerd daarop. En dan hebben we Rosa Jansen en die is van Slachtofferhulp. En wat dat is, gaan we ook nog zo kijken. Nou, je moet je voorstellen, de laatste wetboek van strafvordering is bijna 100 jaar geleden. 100 jaar geleden is best lang. Hè? Dan moet je denken dat 10 jaar later na de Titanic, vrouwen droegen nog geen broeken. En ja, volgens mij was de zus van Anne Frank geboren. Dus dat is echt een hele lange tijd geleden. En nu hebben we dus een nieuwe wetboek van strafvordering. En ook een belangrijk component is dat er ook geen internet was. Dus het wetboek van strafvordering van destijds sluit dus niet helemaal aan op misschien de huidige samenleving. Dus het was hoog tijd voor verandering. Nou, dan heb ik een vraag aan jullie. En dat is als volgt. Wat betekent nou wraakporno? En dan moeten jullie denken aan het juridische begrip. Waar denken jullie aan? Welk eis moet je voldoen? Ja, dat is een goede inderdaad. Heeft ermee te maken? Dan wacht ik nog even op de andere. Kijken of er nog meer dingen zijn. Niet. Oké, dan hou ik het even bij deze. Inderdaad, het heeft ermee te maken. Maar wraakporno, dat is ook echt een juridisch begrip. Oh, tegen de wil inderdaad. Ja. Misbruik, chantage, ook een hele goeie. Ja, ik denk dat ik het hiermee doe. Inderdaad, het zijn hele goede punten. Dat brengt mij op het volgende. En ik wil jullie een casus laten zien. Dus even jullie geluid aandoen ook. Wacht eventjes. Yes, er gaat er nu een casus over wraakporno. Tabitha en Peter zijn beiden 18 jaar en hebben een jaar verkering. De laatste tijd hebben ze steeds vaker ruzie en ze zien elkaar niet meer zo vaak. Van vriendinnen hoort Tabitha dat Peter vreemd gaat. Als ze via WhatsApp ruzie hebben, zegt Tabitha: je taalgebruik staat me niet aan. Als je je excuses niet aanbiedt, gebeurt er wat. Tabitha is boos en besluit een naaktfoto van Peter te verspreiden. Ze heeft toegang tot zijn Facebook, dus zet ze de foto op zijn profiel met de tekst "app me voor meer". Ook tagt ze daar een paar vrienden en vriendinnen in. Peter pikt dat niet en doet aangifte van aanranding van zijn eer en goede naam. Dat heet smaadschrift. En van het openbaar maken van een aanstootgevende foto. Dit valt dus onder wraakporno. Na afronding van het onderzoek door de politie beslist de officier van justitie over de afdoening van de zaak. Ja, het was een beetje lastig woord, afdoening van de zaak. Dat betekent eigenlijk dat dan de officier van justitie beslist wat hij ermee doet met de zaak. Nou, wat betekent wraakporno? Ik zag al een paar begrippen voorbij komen die er inderdaad mee te maken hadden. Maar het betekent eigenlijk misbruik van seksueel beeldmateriaal zoals wraakporno is strafbaar. Nou, dat betekent dus inderdaad zonder toestemming. Dat beeldmateriaal wordt van iemand anders maken. Het in bezit hebben van die beelden en die verspreiding ervan. En seksueel beeldmateriaal van iemand anders openbaar maken in de wetenschap dat dit nadelig voor die persoon kan zijn. Dat is het juridisch begrip. En deze wet bijvoorbeeld is ook niet zo heel oud. Dat is van vorig jaar. Volgens mij in mijn hoofd januari 2020. Dus het is best wel een nieuwe wet dat iets strafbaar maakt waar heel veel mensen last van hebben.
en waar ook best wel veel slachtoffers van zijn. En een belangrijk component is dat een nieuwe wetboek van strafvordering ook de positie van slachtoffers worden versterkt. Nou, dat zie je ook hier. Nou, die positie wordt dus versterkt. Dus de slachtoffers die worden meer beschermd, maar die krijgen ook een bredere rol, een grotere rol in het proces. Dus nu krijgen zij dus veel meer rechten, maar ook worden ze beschermd door wetten. En wat zijn de belangrijkste veranderingen daarvan? Daar hebben jullie overigens ook mee te maken, hè? Ik dacht vroeger ook altijd, nou, wetten, ja, dat is niet heel erg mijn ding. En ik ben uiteindelijk toch rechten gaan studeren. Maar het is goed om te weten wat je rechten zijn, maar ook wat je plichten zijn. En hier zie je bijvoorbeeld wat de voordelen zijn van het nieuw wetboek. Nou, je hebt dus toegankelijk voor de burger. Nou, dat is heel lastig wat dat betekent. Maar dat betekent dat het makkelijk is om bijvoorbeeld je recht te halen of naar de rechter toe te stappen. Nou, je hebt ook de verbeterde presentaties van de strafrechtketen, heel lastige dingen. Maar ook wat verandert voor de burgers, en dat is met name slachtoffers wachten minder lang op hun recht en verdachten krijgen langer hun straf. Maar ook in het proces zelf mogen slachtoffers nu ook wel spreken. En het geldt bijvoorbeeld ook voor stieffamilie. Dan mag je bijvoorbeeld spreken en dan moet je denken eigenlijk aan de zaken. De tramaanslag met Kokeman bijvoorbeeld. Nou, daar mochten de slachtoffers, ouders van mensen die ze dan verloren hadden, of echte slachtoffers die het meegemaakt hadden, die mogen dan ook echt in de rechtbank spreken. Dat was nog niet heel lang geleden niet zo. Dan kon je als slachtoffer eigenlijk niks zeggen. Nou, ik heb een beetje verteld, maar ik ben natuurlijk hier niet de expert in. Dat zijn wel deze drie mensen op drie verschillende gebieden. We hebben Rianne Leetjert en zij is dus de commissie ervan. Dus zij heeft echt gekeken naar wat zijn belangrijke punten, waar moeten we aan denken, wat willen we echt nieuw hebben. En wat ik nu allemaal zeg, wordt waarschijnlijk zo nog aangevuld. Dan hebben we de minister van Rechtsbescherming. En je moet eigenlijk voorstellen dat er een persoon is die maakt soort, die denkt over wetten na. En die wetten, nou, die worden dus ook echt. Ideeën worden eigenlijk werkelijkheid. En die ideeën die komen bijvoorbeeld in een wetboek van strafvordering, zoals het nieuwe artikel van wraakporno. Nou, we hebben het net kort over gehad over slachtoffers. Slachtoffers, nou, die hebben ook hulp nodig bij zo'n proces. Waar moeten ze heen? Nou, moet je voorstellen, stel je voor, er is jou iets overkomen. Waar ga je heen? Hoe werkt zo'n proces? Want je gaat een heel traject in, maar weten jullie hoe zo'n proces werkt? Nou, ik studeer rechten en ik denk zelf dat ik niet heel het procestraject kan voorstellen als er maar iets overkomen is. En het is dan heel fijn dat er bijvoorbeeld een instantie is van slachtofferhulp. Ja, ik wilde zeggen, hebben jullie vragen? Maar die vragen kunnen jullie dus intikken zo bij de chat. Die vragen worden dan ook hier behandeld. En dat brengt mij naar het volgende, dat ik naar de minister toe ga lopen. Hi, goedemorgen, welkom. Hi, hoe is het? Goed. En met jou, we hadden afgesproken, ja. Jongeling, jij en Jutte afspreken. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja. Ja, het is een spannende dag weer. We zitten tegen de Tweede Kamer aan in Nieuwspoort. Dat is eigenlijk het restaurant waar veel Kamerleden ook eten. Maar het is vandaag heel erg leeg. Dus daarom steeds hebben we, leeg. Ja, daarom hebben we deze studio. Maar er is vandaag wel een belangrijk debat in de Tweede Kamer. Dus even los van wat we nu gaan doen, gaan we ook dat debat volgen. Oh, dus we volgen twee dingen eigenlijk. Oké, interessant. Minister van Rechtsbescherming. Wat is nou rechtsbescherming? Wat kunnen we daar ons bij voorstellen? Ja, ik kan me dat is een goede vraag, hè? En het is ook een beetje een ingewikkeld woord. Ook een woord dat je niet iedere dag gebruikt. Maar het komt er eigenlijk op neer dat we in Nederland leven in een, wat we dan noemen, een democratische rechtsstaat. En wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dat we leven in een democratie. Dus eens in de zoveel tijd kiezen we wie voor ons in de Tweede Kamer zit. En dus eigenlijk uw collega's? Eigenlijk collega's. En als we er niet blij mee zijn, kan je ze ook weer wegstemmen of kunnen er nieuwe partijen in komen. Maar het betekent ook dat we in een rechtsstaat leven. En dat betekent dat we in Nederland wetten en regels hebben. En die gelden voor jou. En die gelden ook voor mij. Maar die gelden ook voor de overheid. En dat is denk ik heel erg belangrijk als je het hebt over rechtsbescherming. Dat betekent dat de overheid niet zomaar kan doen wat hij wil. En dat is in andere landen soms wel wat anders. Hè. Daar zie je toch bijvoorbeeld dat mensen worden opgepakt en in de gevangenis worden gesmeten zonder dat er een eerlijk proces aan vooraf is gegaan.
Dus je mag ook niet dingen doen die niet... Je hebt geen privilege voor jou. Jij mag niet zeggen van, nou, maar ik ben de minister van Rechtsbescherming. Ik heb deze wetten misschien bedacht en mee over nagedacht. Ja. Mag ik dan niet zeggen van, ja, maar voor mij geldt dat dan niet? Nee. Oh. Nee, kijk, de minister, ik mag wel, als ik vind dat een wet moet worden veranderd, met een voorstel komen, dat heet een wetsvoorstel, naar de Tweede Kamer gaan, dan gaat de Tweede Kamer erover stemmen. Maar ik kan niet zeggen, omdat ik die wet heb geschreven, bepaal ik wat de regel is. We hebben in Nederland namelijk ook onafhankelijke rechters. En als ik bijvoorbeeld een besluit neem en een bedrijf of iemand gewoon op straat zegt, ik ben het daar niet mee eens, dan mag die ook naar de rechter toe om daar een onafhankelijk oordeel over te vragen. En dat is heel belangrijk in een rechtsstaat. En daar zit ook dat woordje rechtsbescherming in. Is dat je bescherming hebt door, ook tegen de overheid, doordat je altijd een onafhankelijke rechter om een oordeel kunt vragen. Dus eigenlijk worden altijd die rechten beschermd door bijvoorbeeld een onafhankelijke rechter? Exact. We hebben in dit land rechten en we hebben plichten. En uiteindelijk, als je het idee hebt dat je niet recht wordt gedaan, dan kan je naar de rechter toe om daar een oordeel over te vragen. Kijk, nou, ik denk dat het een hele belangrijke is. Nou, dan weten we in ieder geval waar je zo bezighoudt. Zal ik eens een voorbeeld geven, gewoon even, want dat is wel belangrijk. Kijk, je vraagt je misschien af, maar welke rechten en welke plichten heb ik dan, hè? Ja. Bijvoorbeeld, we zitten hier vandaag met een schoolklas. En ik denk dat heel veel van de leerlingen nog jonger zijn, onder de 16. Dan geldt bijvoorbeeld in dit land een leerplicht. Ja. En dat betekent dat je verplicht bent om naar school te gaan en dat je als ouders ook de plicht hebt om ervoor te zorgen, ja, dat de kinderen gewoon netjes onderwijs krijgen. Nou, en de overheid die handhaaft die leerplicht. Dus dat betekent als iemand spijbelt of veel te lang ziek is, maar eigenlijk niet echt ziek is, dat je dan kunt ingrijpen. Nou, dan kan je je best voorstellen dat daar ook eens een keer discussie over ontstaat. Dat de leerplichtambtenaar zegt, je had op school moeten zitten, en dat iemand anders zegt, nee, ik had een goede reden om niet naar school toe te gaan. Nou, als je daar dan niet uitkomt, dan kan je uiteindelijk naar de rechter vragen gaan om dan te vragen of die een knoop wil doorhakken. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk, dat je niet bent overgeleverd aan de willekeur, zou je kunnen zeggen, van een ambtenaar of van de overheid. Het is altijd een soort van bescherming van, nou, ik ben niet eens met jou, ga ik maar naar iemand anders toe die eventueel kan kijken vanuit twee kanten en dan een oordeel kan vergen. Exact. Kijk, ja. Oké. Okay. Kijk of er vragen binnen zijn binnengekomen. Ik zie het nog niet. Ik heb dan wel een vraag. Even uw taak is dan ook om dan wetten te bedenken. Wat is een wet die je misschien nog echt bijgebleven is, of waarvan je dacht, nou, dat vind ik wel echt een belangrijke wet die er nog moet komen, of die ik moet nog bedenken? Nou, we hebben de afgelopen jaren heel erg nagedacht over wetten die bijvoorbeeld straffen beter maken. Straffen beter maken? Hoe kan je straffen nou beter maken? Nou ja, kijk, de straffen doe je natuurlijk niet voor je lol, maar je wilt natuurlijk wel dat als iemand een straf krijgt en dan moet een poosje de gevangenis in, dat je eigenlijk twee dingen doet. Dat voor slachtoffers voelt als rechtvaardig. En daar was best wel wat mee aan de hand, want heel veel slachtoffers zeiden, joh, maar als je nou zeker als je bijvoorbeeld een moord hebt gepleegd of doodslag en krijg je een hele lange straf, dan was het eigenlijk wel een soort van automatisme dat je al na 2/3 van die straf vrij kwam. Hè? Dus stel je hebt 24 jaar gekregen, ja, dan kwam iemand al na 16 jaar op vrije voeten. Nou, dan zeiden mensen, dat begrijp ik helemaal niet, want die meneer heeft toch iets heel ergs gedaan. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld nu veranderd door dat veel korter te maken en door ook te zeggen, oké. Dus je krijgt langere of kortere straffen? Krijg je langere straffen, of in ieder geval langer in de gevangenis. Ja. En dat betekent ook dat als je verlof wil hebben of als je eerder vrij wil komen, dat je ook je best moet doen. He, dus dat het afhangt van, ja, of je meewerkt en je goed gedrag laat zien, nou, dan krijg je ook meer vrijheid. Of dat je denkt van, ze bekijken het maar en ik doe vooral niet mee, ik doe slechte dingen. Ja, dan blijf je ook langer zitten. Dat is, vind ik, een belangrijke wet en die hebben we de afgelopen jaren doorgevoerd. En voor wie is deze wet dan belangrijk? Is dat dan meer voor de verdachten of voor de slachtoffers? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk allebei, hè. Overigens,
zijn we hier al het station gepasseerd dat iemand verdacht is. Want je komt pas in de gevangenis als je veroordeeld bent. Ja. Dus dan heeft de rechter al een uitspraak gedaan. Dus dan heb je gewoon een straf gekregen. En dat is belangrijk voor slachtoffers. Dat ze het gevoel hebben dat de straf die is gegeven ook echt rechtvaardig is. Maar het is ook in mijn ogen belangrijk voor de veroordeelde. Omdat je laat zien dat ja, hoe je je gedraagt in de gevangenis ook uitmaakt voor de vrijheden die je verdient. En dat is net als zeg maar in de buitenwereld, daar geldt dat ook. Nou, als je je best doet, nou, dan krijg je voordelen en dan krijg je plusjes achter je naam. En dan, nou, dat is op je werk en het is op school, dat is eigenlijk overal zo. Dus het helpt ook de veroordeelde om ervoor te zorgen dat hij nou, duidelijk ziet dat als hij zijn best doet, dat hij daar wat mee te verdienen heeft. Ja, dus eigenlijk is het, werkt het twee kanten op. Dus het is voor de verdachte handig. En ook voor de slachtoffers. Ja. Ja. Nog een belangrijk punt misschien. Ik kreeg altijd van leerlingen mee, want ik geef heel vaak de gastles rechtbank. En dan stel ik altijd de vraag, nou, wat vinden we van de straffen van Nederland? Dan krijg ik bijna altijd te horen, unaniem, nou, veel te laag. Ja. Ja, het is echt heel laag. Het is gewoon een grapje. Je kan gewoon iemand vermoorden en dan kom je over 2 jaar vrij. Nou, dat laatste is, kijk, uiteindelijk legt de rechter de straf op. Ja. En het zal misschien wel een keer in een uitzonderlijk geval zo zijn dat bij moord of doodslag toch een relatief lage straf wordt gegeven. En dat kan bijvoorbeeld met heel veel verzachtende omstandigheden te maken hebben gehad. Hè. Moet je je voorstellen. Stel nou dat iemand, een vrouw die iedere dag wordt geslagen door haar man, hè, waar heel veel sprake is van huiselijk geweld, uiteindelijk in een daad van verstandsverbijstering, een mes pakt en iets terugdoet. En dat is natuurlijk niet goed. Nee. Maar dan zijn er wel ja, omstandigheden die zeggen, ja, het is niet goed en daar verdien je een straf voor. Maar dan zijn er wel redenen dat een rechter ook rekening houdt met al die omstandigheden. Dat die zegt, ja, maar die mevrouw die werd iedere dag geslagen. Die was radeloos. Meestal is het zo bij moord en doodslag dat de straffen veel hoger zijn. He, voor moord is die bijvoorbeeld maximaal 30 jaar of zelfs levenslang. Is dat nieuw? Is dat een nieuwe wet? Of? Nee, dat bestaat al langer. En voor doodslag is dat nu lager, maar dat gaan we eigenlijk ook ophogen, zodat het veel dichter tegen moord aankomt te zitten. Dus dat wordt en dat is dan wel het nieuwe wetboek van strafrecht? Ja, maar dat is een belangrijk onderscheid. Dat is, denk ik, nu gaan we de diepte in. Kijk, er zijn, als het gaat om strafrecht, 2 hele belangrijke wetboeken. De ene wetboek is het wetboek van strafrecht. Mm-hmm. En het andere wetboek is het wetboek van strafvordering. En het wetboek van strafrecht is eigenlijk een heel dik boek met allemaal artikelen die zeggen wat eigenlijk strafbaar gedrag is en welke straf erbij hoort, maximaal. Hè, dus daar kan de rechter dan mee spelen. Welke straf erbij hoort als je dat doet. He, bijvoorbeeld, diefstal is strafbaar en daar hoort deze straf bij. Oh, je gaf net in het filmpje, of in de intro gaf je een mooie voorbeeld van wraakporno. Je mag niet zomaar zonder iemand zijn toestemming een naaktfoto openbaar zetten. Dat is strafbaar gedrag. En als je dat dan toch doet, dan hoort deze straf daarbij. Dat is het wetboek van strafrecht. En ik denk dat heel veel van de leerlingen ja, daar ook wel van hebben gehoord. Hè, want soms worden dus niet stelen, je mag niet stelen, staat in het strafrecht. Ja, staat in strafrecht. Ja. Of je mag niet iemand doodslaan, of je mag niet iemand vermoorden. Of je mag, nou, een hele lijst aan, zit allemaal in het strafrecht. Waar we het vandaag over hebben is eigenlijk het andere grote boek van justitie. En dat is het boek van strafvordering. Of dat wordt ook wel strafprocesrecht genoemd. En dan zit het hem eigenlijk in het woordje proces. Want als jij nou wordt opgepakt door de politie en de politie zegt, ja, wij verdenken jou ervan dat jij, bij de coronarellen op straat bent geweest en dat je de ramen hebt ingegooid van een winkel bij jou in de buurt en dat je geweld hebt gepleegd tegen een agent op basis van camerabeelden bijvoorbeeld. Nou, als je dat echt gedaan hebt, dan heb je een probleem, want dat is strafbaar, dan kun je een straf krijgen. Maar om dat voor te leggen aan een rechter, want uiteindelijk is het niet de politie die dat bepaalt, dan moeten er allemaal stapjes worden doorlopen. En het doorlopen van die stapjes, dat is wat in het wetboek van strafvordering zit.
Een strafvordering zegt niet van dit is strafbaar en deze straf hoort erbij. Maar de strafvordering, dan ga ik een paar voorbeelden geven, zegt bijvoorbeeld... dit zijn de methodes die de politie mag gebruiken in zijn onderzoek. Want je mag bijvoorbeeld niet zomaar iemand afluisteren... of je mag niet zomaar een huis van iemand binnen. Moet je aan allerlei regels voorzien. Vervolgens, van de politie ga je naar het Openbaar Ministerie. Dan heb je een officier van justitie. En de officier van justitie is eigenlijk de baas van het opsporingsonderzoek. Dus die moet ook beslissen, ga ik het voorleggen aan de rechter of niet. Ook het Openbaar Ministerie moet dan allerlei regeltjes voldoen. Staat er ook in. In het wetboek van strafvordering. Strafvordering. Ja. En vervolgens heb je natuurlijk de rechtszitting. Dus de rechter moet dan bepaalde regeltjes voldoen. En er zijn allerlei rechten en plichten waarin de verschillende partijen in zo'n rechtszaak, waar die aan moeten voldoen. Waar het Openbaar Ministerie aan moet voldoen, waar de verdachte aan moet voldoen. Het zijn niet alleen maar plichten, maar ook vaak heel veel rechten. Bijvoorbeeld dat je een zwijgrecht hebt of dat je niet hoeft mee te werken aan je eigen veroordeling. Of dat je recht hebt om inzage te krijgen in de stukken. Of dat je het recht hebt om aanwezig te zijn bij de strafzitting. Er zitten vaak ook termijnen aan, hoe lang iets mag duren. Nou, dus het zegt eigenlijk het woordje proces. Hè? Er zijn heel veel stapjes in zo'n onderzoek en in zo'n rechtszaak die ook goed geregeld moeten zijn. En dat zit in het wetboek van strafvordering. Wat is uw bijdrage er eigenlijk in geweest? Ben je echt gaan ontwerpen van met wetten? Of... Nou, het is... dit is een heel grote opdracht. Hè? Je moet je ongeveer voorstellen dat... Ik zei iets over, je hebt twee grote wetten. Mm-hmm. Het zijn zulke dikke boekwerken. En meestal noemen we een wet als je een heel klein stukje daarvan aanpast. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst iets gedaan op het gebied van slachtofferrechten. Dat is dan een heel klein stukje van het wetboek van strafvordering wat ik probeer te veranderen. Wat we nu hebben gedaan, daarom is het ook zo groot... en daarom hebben we ook de hulp van Rianne en van Rosa... is dat ze hebben gezegd, joh... iedere keer maar weer wat klein beetje veranderen, maakt het ook een beetje rommelig. Dus we willen het even helemaal opnieuw doen. Dus we gaan van voor af aan met een schone lei beginnen. Kijk. Dat is een enorme operatie, dus daar hebben we heel veel mensen voor nodig. Gelukkig hebben we heel veel goede ambtenaren en juristen op het ministerie van Justitie. Die zijn al jaren aan het schrijven. En mijn rol als minister daar dan in... is dat ik natuurlijk meekijk, want uiteindelijk moet ik daar mijn handtekening onder zetten. Dus alle wetten zijn jouw hand? Alle wetten, daar zet ik dan mijn handtekening onder. En ik verdedig de wetten. Dus dat betekent als het straks naar de Tweede Kamer toe gaat... zijn er vast heel veel Kamerleden die vragen hebben of die opmerkingen hebben. En dan wordt van mij verwacht dat ik dat ga uitleggen. Oké, dus eigenlijk toelichting en ook de wetten ondertekenen. Ja. Oké, en in welk opzicht verschilt het dan met... die van de minister en die van u? Oh, dat is een heel groot verschil. Oh. ik ben gevraagd, dat is nu bijna 2 jaar geleden alweer... om te kijken wat het eigenlijk allemaal kost... om zo'n heel nieuw wetboek in die hele strafrechtketen, noemen we dat, in te voeren. En je moet denken, hè, zowel de politie die gaat met een nieuw wetboek moeten werken... en de officieren van justitie waar net Sander naar verwees... en de rechters, mensen die bij Rosa, bij Slachtofferhulp Nederland werken... mensen die in de gevangenissen werken. Iedereen moet werken met toch nieuwe beginselen... nieuwe artikelen die in dat wetboek vervat zijn. En dat betekent dat wij heel veel mensen die daar werken... moeten gaan omscholen, moeten gaan bijscholen... En we zullen heel veel dingen moeten gaan veranderen in de manier waarop er nu gewerkt wordt. En aan ons werd gevraagd, wat kost dat nou om zo'n heel nieuw wetboek in werking te krijgen? En, want dat moet natuurlijk betaald worden. En zoals Sander net zegt, dat hij in de Tweede Kamer moet zorgen dat er politiek draagvlak is voor dit wetboek, moet er natuurlijk ook wel de rekening betaald worden. Maar dan moeten we draagvlak? Wat bedoel je daarmee? Met politiek draagvlak, wat bedoel je daarmee? Nou, uiteindelijk, hè, wat Sander net zei, de juristen vanuit het ministerie... en allerlei experts en ook alle organisaties hebben input mogen geven op die wet. Nou, die ligt er nou, dat is echt zo'n stapel. Het is dat ik nou niet thuis ben, anders had ik hem even meegenomen om te laten zien. En dat betekent dat uiteindelijk in de Kamer de politieke partijen... vanuit hun eigen invalshoeken daar nog wel input op willen geven. Bijvoorbeeld als het gaat over de rechten voor slachtoffers... Nou, daar kunnen partijen op een bepaalde manier een mening over hebben. En dat debat,
dat zal in de Tweede Kamer plaatsvinden. Maar de vraag zal ook komen, ja, wat kost dat dan? En ik noem altijd het voorbeeld van, als we in Nederland onze wegen bijhouden en onze dijken en onze bruggen, dat moet ook continu onderhouden worden. En zo moeten we ook onze wetgeving onderhouden. En dat doen we nu met dit wetboek op een hele grote manier. Ik denk dat dat heel goed is, maar dat moet ook betaald worden. Nou, en ik was voorzitter van een commissie, heet dat dan, die met allemaal hele slimme mensen mocht nadenken van, ja, wat is dat kostenplaatje dan uiteindelijk? En daarnaast moesten wij ook zorgen dat er, ja, groter maatschappelijk draagvlak, heet dat dan. Dus dat ook inderdaad de maatschappij zou gaan begrijpen, dan doe ik ook mee aan dit soort sessies, van waarom is dat wetboek nou zo belangrijk? Dus daar hebben we heel veel gesprekken gehad met allerlei instanties en met, in de media hebben jullie misschien af en toe eens wat kunnen zien. En dat was ook de rol die ik had. Daarom ben ik nu hier om ook, nou ja, en de leerlingen van het VMBO uit te leggen, waarom is het nou zo belangrijk dat we een wetboek hebben die zowel de rechten en de plichten van de verdachte waarborgen en ook van het slachtoffer. Want als je met strafrecht in aanraking komt, dat is altijd heel heftig. Voor welke partij dan ook. En dan moet je weten, wat zijn dan mijn rechten? En kan ik daarop vertrouwen? En kan ik daarbij? En zowel ook voor de advocaat die jou dan verdedigt als verdachte, als voor slachtoffers en nabestaanden, is dat enorm belangrijk. Nou, in dit wetboek zorgt ervoor dat dat allemaal weer op een hele goede manier is verankerd in die verschillende wetten. En dat het ook, wat jij net heel mooi in jouw introductie zei, Esma, 100 jaar geleden hadden we geen internet, hadden we geen social media, hadden we geen wraakporno, hadden we een hele andere manier van opsporing. En nu moeten we echt met de tijd mee. Ik vind het eigenlijk vrij logisch dat we na 100 jaar zeggen, er moet gewoon een nieuw wetboek van strafvordering komen, als je kijkt hoe de maatschappij veranderd is. En dit wetboek zorgt daar ook voor. En zorgt ervoor dat bijvoorbeeld, ik kan een klein voorbeeld noemen, een term als smartphones en zeg maar opsporingsbevoegdheden die in mogen grijpen in jouw telefoon. Die jouw telefoon mogen leegtrekken. Als jij bijvoorbeeld op straat wordt aangehouden en verdacht wordt van een crimineel feit, van een misdrijf. Want staat smartphone nu in de wet? Nee. Dat is dus nu voor de politie en voor officier van justitie heel hartstikke ingewikkeld. Er wordt nu, als je bijvoorbeeld een computer wil doorzoeken, dan moet die eigenlijk in een huis staan met een kabel in de muur. Zoals dat ook vroeger was geregeld. Dit nieuwe wetboek zorgt dat het ook veel meer recht doet aan de realiteit waarin wij nu met elkaar, ook met gegevensdragers heet dat dan even nu, werken. En dat lijkt allemaal heel logisch. En dat is het dus ook. En dat is nu in dit nieuwe wetboek veel beter verankerd. En op een dusdanige manier dat als we over 5 jaar niet meer met een smartphone lopen, maar met Google Classes of een ander technologisch snufje, dan hoeven we niet het wetboek helemaal weer opnieuw aan te passen. Want het wetboek is wat we noemen techniek onafhankelijk. En zorgt ervoor dat wij met welke digitale innovatie dan ook, of dat nou gaat over het gebruik van dit soort apparaten of de opsporing die nodig is om onderzoek te kunnen doen, dat dat ook kan. En dat klinkt heel ingewikkeld, maar daar hebben ze, vind ik, heel slim over nagedacht. Want je wil ook niet continu, gezien de snelle veranderingen, ook juist in die digitale wereld, continu dat wetboek weer moeten veranderen. Dus dat hebben ze echt heel, vind ik persoonlijk ook, op een hele creatieve manier hebben de juristen daaraan gewerkt. Dus dat zijn allerlei voordelen die in het wetboek vervat zijn. Nou, ik denk dat Rosa dadelijk het een en ander over de extra waarborgen voor slachtoffers en nabestaanden zal gaan spreken, die nu een nog betere positie in dit wetboek hebben gekregen, wat gewoon heel erg belangrijk is. Want ook als slachtoffer en nabestaande is het heeft het een enorme impact als je in zo'n strafrechtproces terechtkomt. En daar, nou goed, dat laat ik graag aan Rosa over, die daar de expert in is. Ja, dank je. Ik kan me ook voorstellen dat leerlingen misschien vragen hebben. Die kunnen jullie overigens gewoon invullen. Er is een balkje. Je hoeft niet per se je naam in te vullen. Maar jullie kunnen alle vragen stellen. En het is best wel een unieke gelegenheid. Ik ontmoet ook voor het eerst de minister. Ik ontmoet ook deze prominente mensen die heel erg hun best doen voor rechtsstaat, maar ook voor strafrecht en je eigen rechten. Dus schrijf ze vooral. En dan lees ik ze ook mee. Ik heb toch nog een belangrijke vraag. Want uw taak was eigenlijk de kostenplaatje maken. Maar wat voor prijskaartje hangt er eigenlijk aan om het helemaal opnieuw te maken? Ja, we hebben het geschat op een bedrag tussen de 350 en 450 miljoen. Zo. Maar nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Mijn moeder zei precies hetzelfde. Ze zei, zoveel geld voor zo'n boekje? Ik zei, nee, nou, zo'n boekje? Dat is natuurlijk wel een enorme operatie.
En het is niet een bedrag wat je in één keer aan de voorkant op tafel hoeft te leggen. Dus Sander hoeft niet in de Tweede Kamer te zorgen dat er meteen een check komt met dat bedrag. Want dat gaat over de jaren heen. Dat gaat over een periode van 5 jaar worden uitgesmeerd. Nou, voor een totale revisie van dat hele wetboek, nou, moet ik zeggen dat dat een redelijk bedrag is, waarbij je vooral moet denken aan die opleidingskosten, die honderdduizenden mensen die moeten worden bijgeschoold in het leren van de beginselen en de werkwijze die dit nieuwe wetboek voorschrijft. Dus bijvoorbeeld de politieagent, die moet dan opnieuw leren. Dat wetboek is hun gereedschapskist. Hè? Net zoals de timmerman naar buiten gaat met zijn gereedschapskist, gaat de politieagent ook naar buiten met dit wetboek. Niet in zijn hand, maar wel in zijn mobiele apparatuur. En dat, daar moet hij mee kunnen werken. Dat moet je leren. En dat moet je, daar moet je tijd voor geven om dat te kunnen gaan leren. Nou, daarnaast zijn er nog kosten die wat meer op de ICT zitten. Want wat we ook in het wetboek zien, is dat het veel beter mogelijk wordt om bijvoorbeeld beeldmateriaal van de ene organisatie naar de andere te brengen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat beeld rondom wraakporno. Als jij als politie beelden rondom wraakporno in je bezit hebt, dan wil je die naar de officier van justitie kunnen sturen, zodat die daar naar kan gaan kijken. En uiteindelijk naar de rechter die daar weer naar gaat kijken. Daarvoor heb je ICT-voorzieningen nodig die op elkaar afgestemd zijn. En dat kan namelijk nu niet. En dat klinkt raar, maar dat is nu heel erg ingewikkeld. En daar zul je in moeten investeren. En dat kost ook geld en dat kost eenmalig geld. Dus het is niet een bedrag wat continu terugkomt. Hè. Het is een eenmalige investering waar je daarna 100 jaar profijt van gaat hebben. Oké, dank je. Ik zie een vraag binnenkomen. Gaat het wetboek nu weer voor 100 jaar mee? Vind ik een hele goede vraag overigens. kan dit wetboek ook weer 100 jaar mee? Ja, nee, zeker vanwege het feit wat ik noemde, dat techniek onafhankelijke. Er wordt dus ook niet in het wetboek gesproken van een smartphone of een laptop. Want over 5 of 10 jaar gebruiken we die dingen misschien helemaal niet. Dus daar worden terminologieën gebruikt die neutraal zijn, zodat je dus ook niet continu die aanpassing hoeft te doen. Maar ook in de komende 100 jaar zullen er natuurlijk wetten worden toegevoegd. Dat kan ook, dat hebben we de afgelopen 100 jaar natuurlijk ook gedaan. Maar de basis is dan weer voor een hele langere tijd op orde. Oké, ik heb dan nog een vraag. Dat is van Maria. En dat is, wat was het moeilijkst in het vernieuwen van dit wetboek? En dan is het misschien leuk om beide, eigenlijk alle drie misschien zo, dat Rosa Jans die zo nog even beantwoordt. Dan begin ik even bij u. Jij? Ja, sorry, ik zit de hele tijd wiswerking daarin zitten. wat vond jij eigenlijk het moeilijkst met het vernieuwen? Nou, dat zit eigenlijk precies hierin. Hè? Dat als je dan met de kennis van vandaag zo'n nieuw wetboek gaat maken, hoe je er nou voor kan zorgen dat het niet over 10 jaar of over 20 jaar alweer verouderd is. Dus je moet eigenlijk niet in de val stappen dat veel van de dingen waarvan wij nu zeggen, oh ja, dat kan je gebruiken. Dus bijvoorbeeld het woordje smartphone of het woordje internet. Ja, dat als je dat gaat opnemen, je weet helemaal niet of dat er over 10 of over 20 jaar is. Want als je de klok even terugzet, 100 jaar geleden, zaten we aan het begin van de 20e eeuw. Ja, toen kwamen net de eerste auto's. Hè. Moet je voorstellen hoeveel er kan veranderen in een eeuw tijd. Dus het moeilijkste was hoe we woorden kunnen gebruiken en kunnen verzinnen die niet snel ouderwets worden en eigenlijk ook over 10 of over 20 jaar of over 50 jaar eigenlijk nog steeds werken en relevant zijn. Dus je gebruikt, ja, misschien abstracte woorden, niet helemaal de juiste woorden, maar brede woorden. Ja, dat is een hele goeie. Dus soms gebruik je dan abstracte woorden of je gebruikt wat algemenere woorden. En neem bijvoorbeeld iets als data. Data kan je op je telefoon hebben, maar data kan ook op papier staan. Maar stel dat er na de telefoon iets nieuws komt wat we nu nog niet kunnen verzinnen, dan zit daar vast ook data in. Hè? En de data dat wil, is natuurlijk iets wat de politie wil om zijn onderzoek goed te kunnen doen. Ander woord is een gegevensdrager. Ja, dat hoorde ik net voorbij komen. Rianne gaf dat net al aan. Dus dan zeg je niet, dat is de computer of dat is de telefoon, maar dat is eigenlijk de plek waarop de data staat. Kan bij wijze van spreken ook gewoon papier zijn. Nou, zo denk je na over woorden die misschien een beetje ingewikkeld zijn of een beetje abstract zijn, maar wel lang meegaan. Oké. Okay. Ja, ik kan me goed voorstellen dat als je een wet leest, dat je denkt, zo, ik weet niet wat hier precies staat. Maar dat de mensen die het geschreven hebben en de echte juristen wel achter elk woord heel veel schuilt.
Klopt dat een beetje? Het is best leuk om dat eens te kijken. Hè? Want al die wetten die staan, kan je makkelijk vinden op internet. Dus als je nu intypt wetboek van strafvordering, dan kom je op een website met allemaal artikelen. Dat is nog wel het oude wetboek van strafvordering. Maar klik maar eens op zo'n artikel. Dan zie je hoe ingewikkeld dat eigenlijk is. Het is best wel technisch. Daarom hebben we ook hulp. Hè? Daarom moeten mensen worden opgeleid. Daarom hebben we officieren van justitie. Daarom hebben we advocaten. Dat als je een keer in contact komt met politie en justitie, dat je ook een beetje geholpen wordt. Kijk, dank je. Wat vond u het moeilijkst? Nou, we zijn er nog niet, hè? Kijk. Dit is nog niet ingevoerd natuurlijk. Dus we moeten nog het hele proces door de Tweede Kamer. En dan moet dus ook het commitment, of dan moet er ook gezegd worden, ja, wij gaan hiervoor met z'n allen. Als politiek ook. En daar heb ik natuurlijk geen invloed op. En dat wordt spannend, want ik ben, als het zeg maar niet lukt in de komende ronde, dan weet ik niet of het nog in de jaren daarna een realiteit gaat worden. Dat zou ik heel erg jammer vinden, want zoals jij ook in het begin bij jouw introductie en ook Sander goed uitlegde, dit is wel het fundament van onze rechtsstaat. En dus ik ga ervan uit dat we dit gaan redden, maar dat vind ik wel het moeilijkste. Dat is het sluitstuk van wat we gedaan hebben de afgelopen 10 jaar. Hè? Vanaf het schrijven van het wetboek tot het werk van de commissie en dan nu het politieke proces in. Ja, dat vind ik het niet moeilijk, maar dat volg ik wel met veel interesse en ik hoop dat het gaat lukken. Oké, spannende tijd dus. Even voor de korte omschrijving. Het is de bedoeling dat je natuurlijk iets schrijft en dat wij natuurlijk de mensen die daar stemmen in de Tweede Kamer, die gaan erover stemmen. Willen ze het wel of niet? Ja, dan kan je hele mooie ideeën hebben. En dan zeggen ze ja, of soms zeggen ze ook nee. Dus het is heel erg afhankelijk wie er in de Tweede Kamer zitten. En dat betekent dus ook wie wij, althans, jullie kunnen nog niet stemmen. Je ouders hebben dan gekozen, of je opa of oma. Dat brengt mij op het volgende. En dat is eigenlijk de persoon die de belangen behartigt van slachtoffers. En dat is Rosa Jansen. Welkom. Fijn om hier te zijn. En fijn om dit hele gesprek al te beluisteren. En ik wou zeggen, gelukkig doe ik het niet in mijn eentje, maar zit er een hele organisatie achter. Want anders zou ik het heel erg druk hebben. Een hele organisatie. En wat is het dan voor organisatie? Wat kan ik me bij voorstellen? Als ik een slachtoffer ben, kan ik dan aankloppen? Zeker. We hebben gewoon een 0900-nummer waar je naar kan bellen. En er is een website en je kunt chatten. Je kunt gewoon van alles. Maar Slachtoffer Hulp Nederland is een organisatie die inderdaad probeert, wanneer iemand gewoon iets ernstigs heeft meegemaakt, iemand bij te staan, het slachtoffer. En dat doen we met heel veel mensen. Er werken ook heel veel vrijwilligers bij ons. Maar ja, ik zeg altijd, slachtoffers, dat zijn normaal gesproken best hele krachtige mensen, maar die zitten even in een moeilijke situatie en daar hebben ze een steuntje in de rug nodig. En soms is dat omdat ze gewoon emotionele hulp nodig hebben, soms iets heel praktisch en soms juridisch. En al die dingen doen wij vanuit onze organisatie. Oké. Nou, is ook handig voor jullie om te weten, mocht jullie ooit hulp daarbij willen, of je zit in een strafzaak waarbij je een slachtoffer bent, dan kun je altijd bellen of contact leggen met slachtofferhulp. Dat is altijd wel heel fijn. En daar ook, ik hoorde dat zeggen, juridische informatie, maar waarschijnlijk ook soms maatschappelijk. Klopt dat? Dat klopt, ja. We proberen zo breed mogelijk te ondersteunen. Maar soms wil iemand het spreekrecht uitoefenen. Hè? Dus dat is juridisch in het strafproces. En dan hebben we juristen die bij ons werken, die slachtoffers bijstaan. En wat is spreekrecht? Spreekrecht, dat is dat je in de zittingszaal, wanneer eigenlijk het proces tegen de verdachte speelt, dat jij jouw kant van de zaak mag belichten. En het spreekrecht was vroeger, mocht je alleen maar zeggen wat het met jou gedaan had. En tegenwoordig is dat verder uitgebreid, dus je mag ook iets over bewijsvoering zeggen. En het spreekrecht mag ook door meer mensen worden uitgevoerd. En dat heeft er ook wel mee te maken, misschien dat vroeger het gezin, misschien in 1926, bestond uit een vader en een moeder die heel lang bij elkaar bleven en een aantal kinderen. Maar tegenwoordig zijn er hele verschillend samengestelde gezinnen. En je wilt toch eigenlijk dat degene die het dichtst bij het slachtoffer staat, dat die in ieder geval wat mag zeggen in het proces, in de zittingszaal. Ja, ik zie een vraag binnenkomen. Dus wat was het belangrijkste voor slachtofferhulp bij de vernieuwing van het wetboek? En welk advies hebben jullie gegeven? Wat is jullie bijdrage hierin?
Ja, wij waren een beetje in een dubbele situatie. Want ik denk dat in het oude wetboek van strafrecht was het slachtoffer ook altijd aanwezig. Maar die zat in het proces verbaal, noem ik het altijd maar oorspronkelijk. Dus die sprak niet zo echt. Dus in die zin hebben we de afgelopen jaren een enorme modernisering al meegemaakt. Hè. Dat is waar de minister en Rian Letcher ook net over spraken. Dat er elementen in dat oude wetboek al zijn toegevoegd. En een van de dingen is dat een slachtoffer ook zijn inbreng mocht hebben. Stukken mocht toesturen. Zelfs een schadevergoeding mocht indienen, allemaal in dat strafrecht, en ook nog iets mocht zeggen. En dat is wel heel vernieuwend geweest in het geheel. Voor ons, wat denk ik het allerbelangrijkste is, want dat is eigenlijk je vraag, dat is dat bewustzijn gewoon bij iedereen die bij dat hele strafproces, wat heel complex is, betrokken is, dat die bewust is dat het slachtoffer eigenlijk de enige is in het strafproces die daar zit zonder dat hij daarom gevraagd heeft. Weet je wel, de rechter heeft een baan, de officier van justitie heeft een baan, de advocaat heeft een baan, de verdachte heeft iets gedaan waardoor hij verantwoording moet afleggen, maar het slachtoffer is gewoon op weg naar huis of met een mes gestoken of er is hem een zwaar verkeersongeval overkomen. En dat ik vind dat van ons allemaal vraagt dat we extra zorg aan dat slachtoffer besteden, met respect voor de rechten van de verdachte natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Ja. En de minister, hoe werkt dat dan tussen jullie twee? Bellen jullie elkaar van, nou, wat voor ideeën hebben jullie? Of hoe werkt dat dan? Ja, bijna. Dat werkt bijna zo, hè. Want Rosa en ik zijn een soort van collega's, maar Rosa werkt niet op het ministerie. Die heeft een eigen organisatie en die zit in Utrecht. Maar wij geven ook wel weer geld aan die organisatie om dat allemaal te doen. Maar los van de hulp die wordt gegeven aan al die duizenden slachtoffers die natuurlijk iets ergs hebben meegemaakt, is het ook zo dat Rosa en haar mensen weten natuurlijk heel veel over wat er komt kijken bij slachtoffers. Dus als we zo'n nieuwe wet maken, dan bellen wij of dan sturen we ook even de stukken, dat hele pakket, naar Rosa en haar mensen op. En dan zeggen we, kijk jij er ook eens even naar? Want doen we nou de goede dingen? Dus, en dat is misschien ook wel een leuke vraag. Ik wil jouw taak niet overnemen, maar ik vond het een hele leuke vraag van wat is nou een belangrijk advies dat Slachtofferhulp Nederland heeft gegeven over dat nieuwe wetboek van strafvordering? Ja, zeker. Daar wil ik best iets over zeggen, als dat mag. Er zijn er best wel veel, hè? Dus, maar ik zal me gewoon beperken tot twee. Want ik word altijd heel enthousiast als ik dit soort dingen mag zeggen namens slachtoffers. Maar ik denk dat voor een slachtoffer heel belangrijk is dat hij kan kennis nemen van het dossier. Dus dat vind ik ook echt in de wet iets heel erg belangrijks. Hè. Ik bedoel, tot op heden, als jou iets overkwam, laten we nog even die wraakporno-casus. Je bent zelf slachtoffer van wraakporno. Dan wil je ontzettend graag weten wat de politie, de officier van justitie, in dat dossier heeft gestopt wat naar de rechter wordt gestuurd. En in het heden is het best ingewikkeld om die stukken, dat alles wat opgeschreven is, om dat te krijgen. Er zijn allerlei goede redenen om die niet te geven. En soms is dat gerechtvaardigd. Hè, er komt door dat men zegt, ja, dat kan niet naar buiten voordat de stukken bij de rechter zijn. Maar soms vinden wij het ook wel eens een heel klein beetje een goed bedoeld smoesje, zeggen we maar even. Dus wij vechten best wel hard om die stukken te krijgen. En nu in de nieuwe wet vind ik dat veel beter geregeld. Dan kun je niet zeggen, joh, je wil al die stukken hebben, maar wat heb je eigenlijk voor belang? Weet je wel, daar moet je niet moeilijk over doen, heb je helemaal niet nodig. Nu kun je dat echt opeisen. Dus dat vinden wij een belangrijke. En de tweede, dat is eigenlijk ook een stuk wat later is toegevoegd. Dat vinden wij ook de privacy van het slachtoffer. Je merkt vaak, ook weer even de wraakporno-casus, de kwestie van de wraakporno, dat je eigenlijk zegt, als je er slachtoffer van geworden bent, dan wil je niet dat jouw persoonlijke gegevens en zelfs niet die foto's in een dossier zomaar terechtkomen. Je wil niet dat tot in het oneindige bij iemand in de handen is. En het is fijn om te zien, en ook deze minister heeft daar ontzettend hard voor gevochten, ook in de Tweede Kamer, om dat voor elkaar te krijgen, dat er veel meer bewustzijn is dat slachtoffer, wat er niet om gevraagd heeft, dat we moeten proberen om in dat hele proces het slachtoffer ook wel te beschermen. En niet maar allerlei je telefoonnummer en je adresgegevens en je banknummer en je foto's er allemaal maar in te stoppen, maar te zorgen dat gewoon, ja, er niet in staat, zeg ik maar even. En gelukkig is daar net door de Kamer over gestemd dat iedereen daar wel mee akkoord is. Maar het is wel een lange strijd geweest om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus wij zijn daar heel gelukkig mee namens slachtoffers dat geregeld is. Dus dat zijn een paar voorbeelden daarvan.
Dank je. Hele mooie voorbeelden en ook concreet. Ik denk dat de slachtoffers daar heel veel aan hebben. Jullie mogen nog steeds overigens vragen stellen. Ik heb ook bij een advocatenkantoor gewerkt. En er was een slachtoffer. En dat was al een aantal jaar terug. Maar er was nog geen spreekrecht inderdaad. En de vader die vond dat zo erg. Ja, die heeft het ook in woede geuit. Omdat hij gewoon geen plekje had. Hoe zit het dan nu daarmee? We hadden het net al over spreekrecht. Mag je ook echt alles zeggen wat je wil? Mag je ook naar de verdachte toe lopen? Of hoe werkt dat? Nou ja, het is zo in de wet geregeld dat de orde in de zittingszaal, die wordt uiteindelijk bepaald door de rechter. Die kijkt een beetje dat het een beetje netjes verloopt. En ik vind zelf altijd wel het goede in het strafproces dat we daar goed naar elkaar luisteren. En dat we over en weer ons verhaal kunnen vertellen. Dat vind ik een groot goed. En de mensen van Slachtofferhulp Nederland, wanneer die bijvoorbeeld deze vader, hè, die jij nu niet noemt, op zo'n proces voorbereiden, dan wijzen ze daarop ook op. Hè. Ik bedoel dat we altijd zeggen, we gaan hier niet tegen elkaar gillen of boos zijn. We snappen best wel dat die emotie er is. En laat die vooral ook merken. Maar dan kun je nog op een normale manier met elkaar omgaan. En we proberen mensen daar ook goed op voor te bereiden. Dus, maar die vader kan in ieder geval wel zeggen wat het met hem gedaan heeft. En die kan ook nog wel aangeven wat hij vindt dat er, wat er zou moeten gebeuren in die zaak. Maar wij merken dat de meeste slachtoffers het liefst praten over wat het met hen en met hun gezin en met hun familie gedaan hebben en wat de gevolgen zijn geweest. Want die zijn ook vaak heel langdurig en heel groot en hebben hele grote consequenties. Mooi, dankjewel. Ik zie verder nog geen vragen. Breng me wel op de afronding. En ik dacht aan een vraag die misschien wel leuk is om over 10 jaar te bedenken. Stel je voor, nou, dat de Tweede Kamer, dat de minister weet iedereen te overtuigen. En de Tweede Kamer die zegt, ja, we gaan hier vol mee aan de slag. Telt over 10 jaar, wat zijn dan de grootste effecten of veranderingen die we dan kunnen waarnemen? En misschien Rosa Jansen vanuit slachtofferperspectief. Leest je de mevrouw Idan vanuit een breder perspectief? En die misschien, ik heb misschien aan deze wetten gewerkt. Begin ik bij Rosa? Ja, nou ja, wat ik hoop, hè. Ik hoop altijd dat een wet staat voor recht, hè, voor recht doen. Maar dat recht doen ook iets levendigs is. Hè. We hebben het over, jij vroeg mij daar straks nog, wat zie jij nou eigenlijk als de grote uitdaging? En ik vind altijd de grote uitdaging dat je een wet zo kunt samenstellen dat die daarna kan gaan leven, dat die ook een soort ontwikkeling kan doormaken. Omdat we niet alles kunnen voorzien. Hè. Als we 5 jaar vooruit kunnen kijken, dan zijn we al heel gelukkig. Dus laat staan die moeilijke vraag om 10 jaar vooruit te kijken. Maar wat ik daar belangrijk aan vind, is dat deze wet voor mijn gevoel ook een andere manier van samenwerken met zich meebrengt. Ik vind het strafproces en zoals de partijen daarin zitten, vind ik behoorlijk hiërarchisch. En ik zou hopen dat wij naar de toekomst toe daar veel meer een soort netwerkachtige omgeving in proberen te bouwen. En dat je zorgt aan de voorkant dat je met z'n allen, alle betrokken partijen, daar gaan kijken wat er eigenlijk zou moeten gebeuren in het belang van betrokkenen en de samenleving. Dat zou ook mijn hoop zijn naar de toekomst toe. En ik hoop dat we dat ook over 10 jaar kunnen realiseren. Heel mooi. Dank u. Kom ik bij u, Rianne? Ik zou zeggen, daar ben ik het helemaal mee eens, Rosa. En ik denk dat het hele traject, als je kijkt naar de totstandkoming van dit wetboek, eigenlijk daar al een hele goede basis voor legt. Waarbij alle organisaties heel erg met elkaar hebben samengewerkt. En dat moeten we zeker vasthouden. Maar heel concreet, Esma, ik zou zeggen, over 10 jaar zijn wat we altijd met een ingewikkeld woord doorlooptijden noemen, zijn korter. En dat betekent dat verdachten en slachtoffers ook gewoon sneller door dat proces heen kunnen. Want het is intensief, het is confronterend, het is mentaal belastend. Dus hoe sneller we daar tempo in kunnen krijgen, minder lange wachttijden, hoe beter het voor alle partijen is. En daar ligt ook dit wetboek en alle infrastructuur die erbij hoort de basis. Dus dat gaan we hopelijk zien. Maar dat is wel een ambitie die we met elkaar ook vanuit die samenwerking moeten gaan waarmaken. Dank je. Oké, ik zie nog een laatste vraag heel snel nog binnendruppelen. Dat is de laatste. Wat is werkslachtofferhulp altijd mee aan wetten? En dan kom ik bij u. Altijd. Of, je vroeg het aan mij of ja, aan de minister? Ja, er zijn nog even een vraag binnengekomen.
Nee, nou ja, kijk, wij leven in een hele mooie democratisch land. Dus de minister zet zijn wetten sowieso altijd online. Dus er is ook een internetconsultatie. Dus iedereen die meent iets over een wet te moeten zeggen, die kan dat ook doen. Maar wij verkeren wel in de positie dat ons altijd gevraagd wordt om gewoon goed mee te denken. Dat is denk ik ook de relatie die wij met het ministerie hebben. Omdat, ja, ik zeg altijd, volgens mij zijn wij de enige organisatie in Nederland die elke dag slachtoffers en nabestaanden in de ogen kijken. En ook proberen de behoeften die zij hebben ook bij het ministerie te brengen. Want ik denk dat het dat alleen maar kan beter maken. En dat dat juist maakt dat we die levendige wetten krijgen. Niet dat ze zeggen, ja, dat is iets wat iemand heeft opgeschreven die niet weet wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt. Dus ik vind dat ook onze taak, onder andere richting het ministerie. Dank je. Nou, dank je wel. En dat is nog de laatste vraag dan. Wat is uw visie over 10 jaar? Bent u nog überhaupt nog minister of in de Tweede Kamer? Ja, dat moeten we allemaal nog maar afwachten. Kijk, dat is ook wel het bijzondere aan deze wet. Dit is een wet, toen ik met deze klus begon, toen lag er al een heel groot boekwerk. Dus mijn voorgangers zijn er al mee bezig geweest. Maar ik sluit helemaal niet uit dat mijn opvolgers hem weer moeten afmaken in de Tweede Kamer. Dus dan dragen we dat stokje ook weer netjes over. Ik vind het belangrijkste aan deze wet, en dat zit heel dicht tegen wat Rianne ook zegt, vind ik eigenlijk snelheid. Eigenlijk eenvoud en snelheid. Wat je toch wil is of je nou verdacht wordt van een strafbaar feit of dat je slachtoffer van iets bent geworden. Is je wil natuurlijk dat er recht gesproken wordt. Hè, dat de uitkomst daarvan ook rechtvaardig voelt. Maar dat je daar ook niet maanden of jaren op hoeft te wachten. Hè. Stel je nou voor dat je na een avond stappen ben je beland in een knokpartij. En je bent bijvoorbeeld geslagen en je jas is kapot. Nou, dan wil je natuurlijk dat de politie daar wat mee doet. En degene die dat heeft gedaan, dat die ook wordt opgepakt. En dat hij een straf krijgt. En dat hij jouw nieuwe jas bij wijze van spreken betaalt. Maar als je daar 3 of 4 jaar over moet wachten. En het is bijvoorbeeld iemand met wie je op school zit. En dan moet je eens voorstellen hoeveel gedoe dat oplevert. En hoeveel stress. En het nieuwe wetboek van strafvordering gaat hopelijk heel erg helpen om die tijden wat korter te maken. Want of je nou gelijk krijgt of niet, en of de verdachte nou veroordeeld wordt en een straf krijgt, en of die misschien iets te hoog of te laag is of niet, uiteindelijk wil je ook weer door met je leven. En daarom is doorlooptijd, dus een beetje ingewikkeld woord, maar is ook snelheid heel erg belangrijk in het strafproces. Dus over 10 jaar wachten eigenlijk slachtoffers, maar ook verdachten of echt de mensen die het gedaan hebben, niet zo lang op hun straf of in afwachting van, wat gaat er nou gebeuren? Maar dan is het gewoon snel duidelijk wat er verwacht wordt of wat hen te wachten staat. Zeker. Het moet allemaal zorgvuldig. Maar zolang het zorgvuldig is, geldt hoe sneller, hoe beter. Kijk, dank jullie wel. Wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Echt heel fijn. Ik ben ook meer te weten gekomen. En alsnog wil ik een applaus geven. En ik denk dat de leerlingen dat ook doen vanuit huis. Dus toch even een applausje. Hartelijk dank en dan wens ik jullie nog een fijne dag en bedankt voor het kijken. Dankjewel.